Ja, jullie hebben het natuurlijk ook weer gelezen. Ja, over de Linda. De Linda en die Rietbergen. Zeg maar, de ranzige pioneur. Ja, ja goed. Die was dus eerst weggestuurd. Die ging, geloof ik, die ging zichzelf even na laten kijken. En nu zijn zij weer samen, kennelijk. Er zijn foto's opgedoken van de Linda samen met de ranzige. En die, die zijn dus nou weer samen. Maar goed. En, ja, moeten we daar iets van vinden, vrienden? Hebben we daar een mening over? Eigenlijk niet. Het gaat ons niet aan. Nee, natuurlijk gaat het ons niet aan. Want het is voor de Linda zelf om te beslissen of zij weer samen wil met de ranzige. Ja. Daar gaan wij niet over. Nee, dat is helemaal privé voor de Linda. Alleen, ja, hallo, hoe zit dat straks? Want er zitten natuurlijk wel wat bijverschijnselen natuurlijk aan zo'n beslissing. Want kijk, zij kan straks wel gezellig zo over straat lopen, arm in arm, met hem. Maar ja, dan denkt iedereen, kijk, daar gaat ze met de ranzige. Ja, en dat idee alleen al. Maar ook binnen de familie De Mol. Hoe gaat dat dan? Want er zijn natuurlijk nog bijeenkomsten. Feestdagen, wat ik weet, veel verjaardagen. En daar komt zij dan met de ranzige. En welk gesprek hebben we dan? En zover ik de John ken, vrienden, denk ik bij mezelf, de John is daar niet blij mee. Met de terugkeer van de ranzige. Maar ja, zij moet kennelijk... De Linda moet dus gehoor geven aan de lokroep van de natuur. Kennelijk is de aantrekkelijkheid van de ranzige groter en sterker dan 10 paarden. Daar kan zij niet tegen op. De liefde gaat natuurlijk via hele vreemde wegen. En ja, dat zien wij nu bij de Linda ook gebeuren. En ja, zij heeft er natuurlijk allemaal wel... over nagedacht. Reken maar van ja, want zij is, ik ken haar een beetje, slim genoeg om te weten wat de gevolgen zijn van dit hele gedoe. Ja, want er zijn natuurlijk mensen die nu zeggen van ja, die is niet goed met haar hoofd en dan gaat ze weer en die man die gaat er straks weer beluisteren en die gaat weer aan vrouwen zitten en die is niet helemaal goed. Snik. Dat beseft zij allemaal heel goed, al die commentaren. En die hele groep mensen, die gaan haar waarschijnlijk veel minder leuk vinden en gaan misschien niet meer naar haar kijken. Maar er zijn er ook nog een hele grote groep, die, waar ik toe behoor, die zeggen, ja, het gaat mij niet aan. Het is privé voor de Linda en zoek het uit. Ja, en die blijven natuurlijk wel kijken. Nou ja, en zo zijn er allemaal dingen waar ze mee te maken krijgt. Maar goed, daar heeft de Linda allemaal rekening mee gehouden. Nou vrienden, dit is de stand van zaken. De Linda, die kan gewoon de ranzige niet weerstaan. En zij zijn dus gewoon weer een stelletje.